de Nachtzoen. Sinds 10 jaar is hij gastheer en meester van een kasteel in Frankrijk, waar hij zijn gasten als vorsten bedient. En 's nachts is het tijd voor de sterren, voor de eeuwigheid en die witte kerkuilen. Franse nachten zijn verrukkelijk. Maar wat is er toch gebeurd met onze Nederlandse dagen? Deze Nachtzoen krijgen we van Willem van Wijk. De Franse nachten zijn nog stiller, nog donkerder, nog mystieker, denk ik, dan de Nederlandse nachten, die ook al heel mooi kunnen zijn. En je ziet in Frankrijk, zie je natuurlijk zo ongelooflijk veel sterren, hè, als het een heldere nacht is. En je ziet werkelijk de Melkweg, zie je zo schuin over het kasteel heen lopen, wat ik altijd erg fascinerend vind. Dus dat mystieke, dat de natuur de basis, dat je echt nog de kracht van de natuur om je heen voelt, dat vind ik toch wel heel bijzonder. En als ik dan s'avonds voor ik naar bed ga, de honden nog even uitlaat, dan vind ik het altijd leuk om een eentje dat grote park in te lopen wat voor het kasteel ligt. En dan echt die nacht te ontmoeten, hè? Die nacht te voelen en dan omhoog te kijken, de eeuwigheid in. Dat zou ik iedereen kunnen aanraden voordat je naar bed gaat, om nog eens heel even naar buiten te gaan en nog even te voelen wat er gebeurt. Hè? Eigenlijk bijna iedere nacht hebben wij uilen om het kasteel. He, dus er slapen ook uilen in het kasteel. Dat zijn dan de kerkuilen, de dame blanche, zoals ze in Frankrijk zeggen. Die mooie witte uilen. Oh. Die 's morgens altijd een enorme herrie maken als het licht begint te worden. Want dan worden ze gestoord door de zangvogels. En dan willen de uilen die voelen dat ze naar bed gaan, dat hun tijd erop zit. Hè? En de zangvogels worden dan met veel plezier wakker. En dat is een nieuwe dag. Hè? En dat vinden die uilen vreselijk. En die beginnen dan krijsen. Om hun onvrede te laten merken en gaan dan uiteindelijk naar bed. Hè. Weten dan, oké, het zit erop, we kunnen niet meer jagen, het is licht, we gaan naar bed. Is Nederland veranderd in die 10 jaar? Ja, Nederland is wel veranderd, ja. Wij schrokken ons natuurlijk het apenzuur toen op een gegeven moment Fortuin vermoord werd. En toen ook nog dat vreselijke gedoe met Theo van Gogh. Dat is het dan, hè. Dan denk je, wat is er aan de hand in vredesnaam? Maar weet je, dat zijn natuurlijk hele erge dingen. Maar ik vind Nederland nog steeds een fantastisch goed en ook een heel mooi land. Wat ik wel zie aan Nederland is dat we een beetje bang geworden zijn op een of andere manier. Dat de angst wat gaat regeren. En dan moet ik heel vaak aan paus Johannes Paulus II denken. Dat vond ik heel mooi, dat heeft me echt ontroerd. En die zei, vlak voordat hij overleed, zei hij iedere keer opnieuw, die was echt zijn lijfspreuk, wees niet bang. Want angst verknalt je levensvreugde. Angst is een slechte raadgever. De mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest.